In Nederland spreken we van een koude golf wanneer er minstens 5 ijsdagen achter elkaar worden gemeten in de beeld. Van deze 5 dagen moet het op 3 dagen ook nog eens streng vriezen. Wat betekent dat het min 10 graden of kouder moet zijn. Door de opwarming van de aarde zien we steeds minder koude golven, terwijl we juist een toename zien in het aantal hittegolven. Sinds het begin van de metingen zijn er in de beeld 33 koude golven geweest. De laatste was in 2012. De overige 32 vonden allemaal plaats in de vorige eeuw. De langste koude golf vond plaats in 1947. Het is toen 3 weken onder het vriespunt gebleven. Regionale koude golven komen wat vaker voor en zien we meestal in het noorden van ons land. De langste regionale koude golf was ook in 1947. In Groningen en de Kop van Noord-Holland bleef het van 22 januari tot en met 24 februari 34 dagen lang onder het vriespunt.